Hoi allemaal, in dit filmpje leg ik even kort uit wanneer een lijn die de vraag of het aanbod van arbeid weergeeft, hoe die kan verschuiven, wat het werkgeversurplus is en wat het werknemersurplus is. Nou, eerst even verschuivingen. Je kan je voorstellen dat wanneer een loon anders is, dan noemen we dat een verschuiving over de lijn. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat jij gewoon op een andere plek, op dezelfde lijn, het loon afleest. Het kan ook zijn dat de lijn, en dus de formule, ik zal het even bijzetten, en formule, dat die helemaal veranderen. Nou, wanneer is dat nou bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld wanneer er vergrijzing is. Als er vergrijzing is, dan weten jullie, dan wordt een groter deel van de bevolking ouder dan 65 plus. Dat betekent ook dat de vraag naar zorg omhoog gaat. Want je weet wel, ouderen hebben gewoon meestal meer zorg nodig. Dit betekent dan dat de vraag naar verpleegkundigen omhoog gaat. Want ja, iemand moet die zorg geven en meestal zijn dat verpleegkundigen. Dit betekent dat er bij elk loon meer vraag is. En dat de vraaglijn dus naar rechts schuift. Want de zorgverleners, de ziekenhuizen, de verzorgingstehuizen, hebben gewoon sowieso meer personeel nodig, meer verpleegkundigen. Dus de lijn die schuift naar rechts. Ze gaan sowieso meer mensen vragen. Het gevolg is dan dat er een nieuw evenwicht is. Nou, dit voorbeeld kan je ook wel bij het verschuiven van de lijnen uit periode 3 de filmpjes weer bekijken. Want of het nou voor vraag en aanbod van mensen is of vraag en aanbod van goederen, het verschilt niet zoveel van elkaar. Nou, dat was verschuiving. Surplus en de welvaart. We hebben twee belangrijke begrippen in hoofdstuk 5, namelijk werkgeversurplus en werknemersurplus. Werkgeversurplus is het voordeel dat vragers naar arbeid, nou, werkgevers, hebben als ze niet zoveel loon hoeven te betalen als ze bereid waren te doen. Nou, wat betekent dat nou? Als je hier bijvoorbeeld de vraaglijn ziet, deze lijn, dan zie je dat bij een loon van, nou laten we kijken, 50 euro per uur, wilden de werkgevers wel 2 miljoen arbeidskrachten in dienst nemen. Nou, bij een loon van 40 was dat wel, nou, iets meer dan 4 zelfs. Maar in deze markt zijn we uitgekomen op een evenwicht. En dat evenwicht zit hier in dit rondje. En dat evenwicht zorgt ervoor dat iedereen op de markt in dienst is voor 30 euro per uur. En dat zijn, even kijken, 6 miljoen arbeidskrachten. Dus ook al wilden deze werkgevers hier wel 2 miljoen mensen in dienst nemen voor 50 euro per uur, nu is er het evenwicht. Dus al hun arbeidskrachten krijgen 30 euro. Dat betekent dus dat er een voordeel is. Want ja, je wilde wel 60 euro betalen, dat heb je ervoor over. Maar je hoeft maar 30 te betalen. Dit hele stuk hier is dus het voordeel. Hier zo tot deze lijn. Dat is het werkgeverssurplus. Er is ook een werknemerssurplus. Dat is het voordeel dat de aanbieder van arbeid, dus werknemers, hebben als ze meer loon krijgen dan het loon dat voor hen voldoende was geweest. Hier zie je dat bij een loon van 15 euro per uur, hier ongeveer, dat er wel 2 miljoen mensen wilden werken. Die zeiden, nou, 15 euro per uur, dat vind ik wel genoeg. Ik bied me aan op deze markt. Zelfs is hier 25 euro per uur, nou even kijken, oh, daar wilden er 4 miljoen mensen voor werken. Maar weer, er is hier een evenwicht. Op de markt krijgt iedereen 30 euro. Dus ook die mensen die zich wel voor 15 euro wilden aanbieden. Dus dit hele gedeelte hier is het werknemersurplus. Dus de bovenste driehoek is voor de gevers en de onderste driehoek is van de nemers. Hier heb je dus een surplus in de grafiek. Dan gaan we er even nog een keer naar kijken. Werkgeversurplus, dat is dus de bovenste, dat is BRD. Als we dat in getallen willen berekenen, moeten we de oppervlakte van deze driehoek berekenen. Nou, de oppervlakte van een driehoek is altijd een half keer de basis keer de hoogte. Nou, die half kunnen we laten staan. Dus het is een half keer de basis. De basis is van 0 tot 6 miljoen. Dus 6 miljoen keer de hoogte. Nou, die is van 30 tot 60. Dus dat is 30 euro. Hier kijken, dan komt hier uit, half keer 36 is 90 miljoen euro. Dat is dus het werkgeversurplus.
Het werknemersfluctueel was de onderste driehoek, was BAB. Doen we weer een half keer de basis. Nou, die is hetzelfde hier. Die is weer 6 miljoen keer de hoogte van 10 tot 30, dus dat was 20, is dus 60 miljoen euro. Dat is een werknemersfluctueel. De welvaart zijn deze twee driehoeken bij elkaar opgeteld. Dus deze hele grote driehoek samen, hier zo, is de welvaart. Dat is dus ARD. Nou, en dat is gewoon de surplus van die andere twee bij elkaar opgeteld. Dus 90 plus 60 is 150 miljoen. Dit is dus hoe je de surplus berekent. Onthoud dus altijd goed. Werkgever surplus. Jee, ik ben blij. Ik wilde wel 50 euro betalen, maar ik hoef maar 30. Werknemer surplus. Jee, ik wilde wel voor 20 euro per uur werken, maar ik krijg 30. Dus dat is de onderste. Welvaart, alles welke opgeteld.